Het project heeft mij gebracht, ik denk sowieso het inzicht dat het goed is om kritisch zelf na te blijven denken. En dus niet te volgen wat je gewend bent om te doen, wat in het protocol staat of wat je voorgangers hebben gedaan. We hebben een studie gedaan waarbij we na de laparoscopische hysterectomie, dus dat wil zeggen het verwijderen van de baarmoeder middels een kijkoperatie, hebben we gekeken of het mogelijk is om de katheter die we normaliter in de blaas plaatsen na de OK, om die direct te verwijderen. Het idee daarvan is dat we het eigenlijk routinematig plaatsten. En we zijn ons af gaan vragen, is dat niet een onzinnige handeling die we eigenlijk standaard doen omdat iedereen het altijd doet. Het ziekenhuis zit bomvol met protocollen, maar we hadden bedacht dat het ook goed is om zelf kritisch te blijven nadenken. En om eigenlijk dus na te denken, dat protocol wat we volgen, is dat wel zo juist? En eigenlijk ook met het oog op vervolgonderzoek wat we willen gaan doen. En dat is namelijk kijken of diezelfde operatie, laparoscopische hysterectomie, ook in dagbehandeling kan. Dat zijn denk ik de vervolgonderzoeken die we gaan doen en die mogelijk ook voor dat we bij meer operaties kunnen gaan nadenken van god, die blaaskatheter, we doen dat als zo'n standaard handeling, terwijl we hebben eigenlijk ondervonden met dit onderzoek dat patiënten het helemaal niet fijn vinden, zo'n blaaskatheter, terwijl voor ons lijkt het zo'n kleine handeling, maar mensen vinden het echt heel akelig. Dat het heel goed is om te beseffen, moet je wel bij elke OK zo'n blaaskatheter plaatsen, en dat er best wel voor heel veel meer operaties, en niet alleen binnen de gynaecologie, maar ook binnen de algemene chirurgie, dat er best wel OK's zijn waarbij je die katheter mogelijk wel kan verwijderen. En als je een katheter kan verwijderen en je ziet dat mensen sneller herstellen, dan zouden mensen ook sneller naar huis kunnen. Dus dan zou je mogelijk meer OK's in dagbehandeling kunnen doen. Minder lange opnametijd. En dat is natuurlijk enorm bevorderlijk en voor het herstel van de patiënt, maar ook kostenefficiënt. Nou, het project heeft mij gebracht. Ik denk sowieso het inzicht dat het goed is om kritisch zelf na te blijven denken. En dus niet te volgen wat je gewend bent om te doen, wat in het protocol staat of wat je voorgangers hebben gedaan. Ik denk dat dat het ding is wat wij moeten doen als specialisten in de opleiding. Wij zijn natuurlijk degene die de zorg gaan dragen over 10 jaar, hopelijk al een beetje eerder. Maar dus ik denk dat het aan ons is om kritisch te zijn op, kunnen wij niet dingen die we nu doen beter maken of onnodige handelingen eruit filteren. Ik denk dat onze taak is. Ik denk dat er enorm veel aandacht aan wordt besteed hier in het cluster. En dat je dus altijd bij doelmatigheid club via de site, dat je daar terecht kan komen. Ook met de vraag, überhaupt ben ik doelmatig? Want ik denk dat er heel veel mensen eigenlijk wel onderzoek doen wat best wel valt onder noemen doelmatigheid, maar dat ze het zelf niet weten. Ik denk dat we heel veel dingen uit gewenning doen of omdat we zo opgeleid zijn. En dat mogelijk helemaal niet is volgens de laatste opvattingen die er heersen of volgens de laatste onderzoeken die er zijn. Dus ik denk ook dat het enorm belangrijk is om eigenlijk bij alles wat je doet wel te bedenken of het wel zinvol is. En het is inderdaad, mogelijk is er op zoveel vlakken ruimte tot enorm veel verbetering. Ja, dat denk ik wel.